Welkom geliefde bij deze vlog. Het is weer een voorrecht om met je te zijn natuurlijk. En uh, vanaf uh, deze vlog wil ik weer een, uh, een onderwerp behandelen. En dit onderwerp heb ik genoemd: De werkelijkheid is omgekeerd. Uh, maar gelukkig niet voor altijd uiteraard maar slechts tijdelijk. Uh, dit uh, onderwerp. Denk ik in twee hoger drie vlogs te kunnen behandelen. <coughs> en ik weet niet of je al weet uh, wat ik daarmee uh, wil zeggen met deze titel. Maar het zul je uiteraard snel genoeg achterkomen. Dus ik stel voor dat we meteen beginnen met de slideshow. Want uh, dit, is ook, dit heeft ook een slideshow. Goed. Uh, Gelukkig inderdaad, ik herhaal het, is de werkelijkheid tijdelijk omgekeerd. We zullen ook zien wat daarmee bedoeld wordt. Ik ga weer even door de standaard slides heen, die voor jullie, uh, voor jou, wellicht al overbekend zijn. Gods woord, het feit dat Gods woord er voor iedereen is. Uh, als je de tekst nog niet goed kent, zou ik zeggen: uh, gebruik pauze, de pauzeknop. En uh, neem het totje en dan gaan we straks verder. Dan ga ik nu alvast verder. Uiteraard ook de belangrijke tekst, die daar ook bij hoort, als het ware, dat Gods Woord ook correcte indeling behoeft. Het correct snijden van het woord van de waarheid. Uh, en ook hier geldt weer, het woord van de waarheid wordt in deze context gebruikt. En niet voor niets. Want als je niet correct snijdt, is het geen waarheid meer. Dus uh, neem dat tot je en we gaan verder. Dit is ook uh, al vaker behandeld. Drie dimensies, doelgroepen, tijdperken en invalshoeken. Um, ik neem aan dat het jou overbekend is. We gaan dus verder naar de andere bekende. De feiten en uitgangspunten over Gods Woord. Daar ga ik ook niet doorheen. Maar druk op pauze als je ze even wilt doornemen. You're welcome. En dan gaan we beginnen met, de, met dit onderwerp. Goed, voordat ik dit onderwerp behandel, of voordat ik eigenlijk begin, wil ik even iets vertellen over mijn achtergrond. Um, heel kort, ik ben opgegroeid in een evangelische uh, kerk, gemeente. Uh, dat werd genoemd volle evangelie. En ik had altijd wel vragen door, uiteraard, het denken over zaken. En de vragen werden eigenlijk nooit beantwoord, helemaal niet naar tevredenheid. Dus het komt er eigenlijk op neer dat, uh, dat ik de vragen eigenlijk parkeerde in mijn achterhoofd en doorging met mijn leven. Totdat ik in 92 achter bepaalde dingen begon te komen. door een boekje wat ik heb gevonden. en het, van het ene kwam het andere. He, uiteraard begon het balletje te rollen. totdat ik in augustus 93 een, een soort van. boekje las. Een, een, een soort folderboekje kun je zeggen. over de Ionen. en daar. Kwam ik erachter dat God uiteindelijk iedereen zal redden? Toen dat kwartje viel, was ik buiten mezelf van vreugde, van blijdschap. In één keer vielen er heel veel dingen op hun plek. In één keer begon ik te pakken en te begrijpen dat God daadwerkelijk liefde is en dat hij almachtig is. Um, en dat hij zijn doel gewoon gaat bereiken met de hele schepping, uiteraard. Uh, vanaf toen ook ben ik uiteraard nog verder gegaan met studeren. Ik ben nog dieper gedoken in de materie. En vooral toen ik uit de kerk stapte in april 1994. Toen was de beer los en ik stapte uit de box, uiteraard. Dus toen ging mijn groeiproces behoorlijk snel. Dat um, is een beetje de achtergrond. Nu, in, dit, um, in deze miniserie, zal ik maar even zo, in dit onderwerp, zal ik wat dingen noemen waar ik, um, waar ik terug aan refereer in mijn jeugd, in mijn opgroeien, tijdens het opgroeien. En daarom wilde ik dit eerst vertellen als een soort background, als een soort achtergrond. Zo, so, we gaan verder met nummer 1. Ik heb dus geleerd in de kerk, tijdens het opgroeien in de kerk, dat denken niet geestelijk is. Dat werd echt vaak gezegd. Denken is, denken is eigenlijk. Uh, dat, dat, doen, dat doen logisch denkende mensen, academici, mensen die alleen maar met hun verstand werken. En uh, dat is niet goed, want dan laat je alleen je verstand spreken. De, de, het adagium was eigenlijk om. Uit te gaan van ervaringen. Dan zeggen ze. Zo geef je namelijk de Geest de ruimte om in je en door je te werken. Dingen zien en voelen, etcetera, etc. Dat is waar ontzettend veel uh, naar verwezen werd. Ook werd er gezegd vanuit de Bijbel en met name de vertaling waaruit wij lazen en. Ja, je kan amper zeggen studeerden, want dat was er niet echt bij. Daar was de natuurlijke mens zondig en onrein. Dat was in feite de interpretatie die eraan gegeven werd. Maar dat heeft ook te maken met het vertalingsprobleem. En daar zullen we zeker op komen in dit onderwerp. Uh, ook werd gezegd dat Gods woord, en is een, dit is een belangrijke: Gods woord is slechts een deel van Gods openbaringen aan ons. Er werd gezegd. Dus het credo was dat God is meer dan zijn woord. Ik ga dat niet helemaal behandelen in dit onderwerp, maar daar heb ik een apart onderwerp voor uh, gemaakt. Niet alleen maar hierover hoor, maar over veel meer. Daar komen we dus nog op in de nabije toekomst. Maar goed, er werd altijd gezegd: God is meer dan zijn woord. Dus je kunt niet alleen maar uitgaan van Gods woord, ook van. Profetieën geuit door mensen, of openbaringen en, en dromen, en ga zo maar door. Ga zo maar door hè? Dat was het adagium, dat was het credo. Dus als je kijkt, als ik terugdenk, laat me het zo zeggen, aan de Bijbelstudies, die elke woensdag werden gegeven, was het in feite gewoon weer een preek. Niets anders, gewoon een preek weer. Het was niet studie met z'n allen, helemaal niet. Het was gewoon een preek, de leider stond op het podium. En daar werd gewoon een preek gegeven in feite. En er was eigenlijk geen verschil te ontdekken tussen woensdag en zondag. De zondagdienst. En als laatste punt, de Bijbelstudie werd gestimuleerd. Ja hoor, het is belangrijk om Gods Woord, de Bijbel te bestuderen. Maar in werkelijkheid, als ik kijk naar de praktijk, gewoon eerlijk terugdenk aan hoe het er in de praktijk aan toe ging. Uh, was het altijd de leiding? De mensen refereerden altijd naar, maar de leiding heeft, de leider heeft gezegd dat. Maar de leider heeft gezegd dat. Dus niet het woord. Al iemand iets in het woord dat uh, belangrijk werd geacht, en het, het kwam niet overeen met wat de leider zei, ging men altijd terug naar de leider. Dat was het belangrijkste. En ik heb uiteraard, Vanuit uh, de zijlijn uh, vanaf 1994 heb ik uh, een beetje de, het rijlen en zeilen in grote lijnen de trend gevolgd. En ik heb ontdekt dat de mensen juist steeds meer en meer die verkeerde route op zijn gegaan. En steeds vaker uit zijn gegaan van wat de leiding zegt. En het gevolg daarvan. Is dat mensen dus langzaam losgemaakt werden van het woord van God. Als je vandaag de dag kijkt naar de kerken, en in dit geval ook de Evangelische, maar alle kerken. Dan uh, is het ongelooflijk wat er is gebeurd in de afgelopen 28 jaar, sinds ik eruit, sinds ik eruit ben. Het is ongelooflijk. Namelijk. Ook de New Age-beweging is geïnfiltreerd in de kerk. En steeds meer is de nadruk komen te liggen op zelf. Zelf en nog eens zelf. Ik. Uiteraard gesteund door ontwikkelingen in social media. En dat is uh, uiteraard, de voor degenen die het weten, te verwachten. Dat de mensen steeds verder van de waarheid zijn afgedreven en daarmee dus, is ook logisch, losgemaakt van het woord. Je kunt het ook omdraaien. Maar het gevolg van dit hele systeem is ook dat de onzekerheid over de compleetheid van het woord nu helemaal los is. Hè? Daarmee bedoel ik, ik had al geen zekerheid, ik praat uit eigen ervaring. Maar nu is Gods Woord. Niets betekenend meer voor deze mensen. Ook de mensen die zichzelf serieuze christenen noemen, gebruiken Gods Woord absoluut niet om uit te bestuderen, om onder de oppervlakte te kijken. Dus ook kreeg je een onduidelijkheid en ook een onzekerheid over de samenstelling, de kanon van de Bijbel en de autoriteit van de Bijbel, van Gods Woord in feite. De, en met name in de grondteksten, hè, waar het uitgangspunt uh, moet liggen. Dat was onduidelijk, ook voor mij al hoor. Ik had vragen zoals ik zei en ik, ik zag tegenstrijdigheden, maar die werden niet beantwoord. Uh, er werd altijd gezegd: wanneer we bij de Heer zijn in de hemel, dan zullen we de antwoorden krijgen. Je kent dat wel, heb ik ook gehad. Maar goed, uh, het hoeft geen betoog dat ik al alle antwoorden heb gehad, niet alleen dat. ...veel en veel meer dan dat... ...ik wil niet zeggen dat al mijn vragen zijn beantwoord... ...maar dat hoeft ook niet... ...want de vragen die ik nu heb... ...zijn niet... Uh, ...zijn, laten we zeggen, totaal niet van fundamenteel belang... ...helemaal niet... ...goed, ook heb ik... ...twijfels ondervonden over de volgorde van de boeken... ...en ook over de... ...wat ik al zei, de compleetheid... ...van de boeken en brieven... Hè? ...moest er niet... Uh, ...het evangelie van Thomas erin... Of moet niet het boek van Heno erin? En ga zo maar door. En zo zijn er nog veel meer van dit soort vragen die ik dan had. Dus er was in feite gewoon sprake van luk, raak, ongeloof. Gewoon keihard ongeloof. Met betrekking tot de betrouwbaarheid van het woord van God. En daarmee dus ook de betrouwbaarheid van God zelf. Dat is logisch. Goed. Vervolgens, door de zaken die ik heb ontdekt, en nadat mijn ogen waren geopend voor de waarheid dat God uiteindelijk iedereen gaat redden door het kruis van Christus, uh, viel mij, vielen mijn ogen weer op de bekende tekst in 2 Timotheus 1, vers 7. En dat was nadat mijn ogen waren geopend door Gods Geest op zijn tijd. Bekende tekst die ook in de kerk vaak werd gepredikt en toch niet werd en nog steeds niet wordt begrepen. Want God geeft ons geen geest van schroom, maar van macht en van liefde en van gezond verstand. De vertaling die wij gebruikten was de NBG 51, daar stond bezonnenheid, weet ik nog zo uit het hoofd, waarvan ik niet goed wist wat het betekende, uiteraard. Gewoon gezond verstand. Gods geest is een geest ook van gezond verstand. Heel belangrijk om ons dat te realiseren. Want dat staat in feite recht lijnrecht tegenover emotie. Ja, toch? Of niet? Emotie is in feite tegenovergestelde aan verstand. Ze vullen elkaar dus aan in feite, in die zin. Maar verstand is in feite het trekpaard. En emoties zou de wagen moeten zijn, om het zo te, te illustreren. De waarheid, namelijk die ik toen ontdekte, bleek in feite keihard het omgekeerde van wat ik geleerd had. Namelijk dat wij logisch mogen denken met het verstand en begrijpen. Daar zit juist het geheim in. Het geheim van het kennen van God. en van zijn plan met de schepping. Daar zit het geheim. Hier, in ons verstand. Daar zit het geheim in. Heel belangrijk. Uiteraard, wel geïnspireerd door Gods Geest. wel door studie en bestudering van Gods Woord onder de oppervlakte. Dat is logisch. Dat hoort erbij. Dus nu is de vraag: hoe onthult. De God zichzelf is dat door dromen. Nope. Is het door ervaringen? Allemaal evangelische situaties, hè? Ook niet. Vessien misschien. Nee hoor. Profetieën. Echt niet. Stemmen ergens. Nop. Engelen misschien. Absoluut niet. Hoe dan wel? Alleen door zijn woord. Gewoon woorden. Zwart op wit. Kijk even hoe ver we zijn. Nog eventjes. Dus. In feite is Gods Woord. En daar komen we straks op. In feite de enige, het enige instrument dat wij hebben in deze tijd. En dankzij Gods Woord. Vernemen wij dus ook inderdaad over Gods identiteit, wie Hij is en Zijn karakter dus? Dankzij Gods Woord weten wij wat Zijn doel is met de schepping. En mogen we ook genieten van de wijsheid in Zijn plan en dus de genialiteit. Dankzij Gods Woord kunnen we leren begrijpen. Wat de prachtige betekenis is en de wijsheid achter het offer en de kruisdood van Jezus Christus. Maar ook, dankzij het Woord van God, leren we over de opbouw van Gods handelen met zijn volk Israël. We mogen zien, uh, we mogen types herkennen. We mogen die types leggen tegenover waar het uiteindelijk om gaat. En we mogen zien, wat de werkelijke boodschap is daarachter. Ook dankzij studie in Gods woord komen we erachter wat onze verwachting is, de schitterende verwachting van de hele schepping, maar ook de speciale eerdere verwachting van de groep gelovigen binnen de schepping. Zoals in 1 Timotheus 4 vers 10 staat geschreven, waarbij Paulus zegt hiervoor leiden wij en uh, uh, ondervinden wij in feite schade, dat God de redder is van allen en speciaal van de gelovigen. Waarom speciaal van de gelovigen? Omdat gelovigen een eerdere redding hebben dan de rest. Wil niet zeggen dat de rest dus niet gered wordt. Het wil zeggen dat de rest later aan de beurt komt. En God geeft aan bepaalde mensen, een kleine minderheid, vandaag de dag geloof om de waarheid te geloven. Het is een geschenk van God. En straks, wanneer de tijd is aangebroken om gemanifesteerd te worden, samen met Christus Jezus, dan zullen de gelovigen. Hun definitieve taak op zich nemen en zij zullen juist de rest ten dienste staan door hen te leiden. Zo is het plan van God en dat is geniaal. Goed, ik zal het hierbij laten en dan ga ik de volgende keer door met uh, met deze vlog, met deze met dit onderwerp en. Ik dank je hartelijk uiteraard voor het kijken en tot de volgende keer.